Vandaag heb ik een hele leuke uitdaging. 4 verschillende platformen, 4 verschillende YouTubers. Iedereen bedenkt een origineel idee om te bouwen. Nee, dat is niet origineel. Dan wisselt iedereen van platform. Vervolgens krijg je 2 minuten de tijd om wat te bouwen. Wisselen we weer van platform en wordt het complete chaos. Wat is dit nou weer? Klik op dat duimpje omhoog, dan gaan we snel beginnen. Goed, jongens, zijn jullie er klaar voor? Rick, jij hebt jouw gele kantje. Meneer KB, jij hebt jouw rode kantje. En Justin, je staat heel raar daarachter, maar je hebt jouw oranje kantje. Zijn jullie klaar voor het idee? Jullie mogen allemaal naar jullie sign toe lopen en jullie idee opschrijven. Eerst Rick, Rick, ik wil eerst dat jij je idee opschrijft. Ik hard heb een idee opgeschreven. Oh, wacht, ik wil niet lopen. Oh, jij hebt me opgeschreven. Ik ga voor de leuk, ga ik het nog even toe. Ja, laat even zien aan de kijkers. Oh, kijk, ik schrijf het even op. Ja. Oh, ik moet ook nog opschrijven. Oh, oké. KB, nu jij. Ja, wat ik moet wel dit stuk nog lopen, hoor. Heb je even? Ja, dat doe je goed voor de video. Ja, heel dramatisch. Ja, oké, ik zet het erop. Je mag het niet weten, hè? Nee, ik mag het niet weten. Typer de typ, hatsekadeetjes, enter. KB, wat is het? We zijn er. Oké, en jij, Justin. Kijk, jij bent ook voor de drama. Waar is jouw name tag, Justin? Huh? Is Justin een geest? Ja, Justin is geest. Ga dan maar, Justin. Kom, schrijf maar op. Justin heeft geen name tag vandaag. Ik heb hem geen leven, oké? Okay? Zal ik het hardop noemen? Nee. Ik maak me wel nu al zorgen. En? Heb je hem opgeschreven? Ja. Oké, dan ga ik nu ook die van mij opschrijven aan mijn kantje hier. Jeetje, wat spannend. 1, 2, hoppakee, jongens. Ik vind het spannend. Mijn ideetje heb ik opgeschreven. Dan ga ik even de timer erbij pakken. Wat heb je opgeschreven? Dat ga ik niet zeggen. De timer gaat staan op 2 minuutjes. We hebben 2 minuutjes om iets te gaan bouwen wat in de buurt komt van jouw ding. Dus we gaan roteren en de timer gaat aan in 3. Ik ga naar de ring. Ja, oké. Wat? Dat kan ik. Oké. Pak allemaal jullie goede blokjes, jongens. Anders heb ik die ook nog niet. Hoe ziet dit eruit? Ja. Oké, dit komt goed. Dit komt helemaal goed. Is die van, dat weet je nog van die van jou, Justin? Ja, heel mooi. Ja, toch? Ja. Hoe moet ik dit gaan doen? Ja, hoe jij wilt. Hoe jij het wilt doen. Volgens mij is dit een beetje hoe dat eruit ziet. En dan zo. Ja! Ik ga het ook bewust niet alles gelijk in één keer bouwen, jongens. Ik ga voor de persoon die na mij komt. Nee. Nou. Jij moet juist hier een beetje uit kunnen zien wat dit gaat worden. De persoon die na mij komt gaat het heel zwaar krijgen, denk ik. Zo. Ja, je mag ook niet echt slopen van de ander, hè. Als iemand iets gebouwd heeft, is dat ook gewoon definitief een beetje het resultaat. Denk ik, toch? Dit lijkt helemaal nergens op. Ik weet niet eens hoe dat eruit ziet. Ja, maar KB, wat heb jij mij ook aangedaan, maat? Ik weet ook niet of dit het is. Ik heb niks aangedaan, joh. Ja, maar dit helemaal is leuk. Ja, maar dit is echt niet top, hoor. heb je iets moeilijks, Rick? Ja, maat. Nou! Nah. Dit is wat? Dit is niet Volgens te doen. Mij is dit het een beetje. Oh. Wacht, hoe lang hebben we nog? Wat erop lijkt, gewoon. Hoe lang hebben we nog? Nog 40 seconden op zich. Oh. 40 seconden? Ja, op zich is dat allemaal wel goed. Ja, dit is het. Ja, dit dat is geweldig. Rick, ik verwacht heel veel van je. Ik heb ook echt heel veel. Ik vind het te laat op de avond, ik moet nadenken. Oké, ik hou het hierbij wat ik heb gedaan. Ik vind het helemaal prima zo. Ik ga hem niet meer aanpassen, ik hoop dat degene dit pas gaat laden. 20 seconden, jongens. Hoe je moet opschieten, joh. 20 seconden? Ik begin helemaal te zweten. Het spijt me echt volledig wat ik hier heb gebouwd. Ik weet ook niet of dit zeg maar klopt met wat... Misschien klopt dit helemaal niet. Hebben jullie de sign allemaal gesloopt? Dat personen niet kunnen wissen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Oké, prima. Ja, moeten we door? Ja, timer is opnieuw ingegaan. 2 minuten, door. 2 minuten, met de maat. Deze snap ik al. Ja, deze snap ik al. Wat is dit? Wat is dit? Oké. Dit is ik heb een idee. Wat is dit, maat? Snap je me, Max? Ja, dit is niet zo moeilijk. Het is duidelijk, hè? Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Ik zit alleen even te kijken hoe de achter... Wat zit je te lachen, Justin? Ja, gewoon... Hij is toch best wel goed, gewoon. Iemand gaat helemaal stuk. Ja, maar meneer, ik weet niet hoe die is bouwen, maar die heeft geen idee van... Nee, ik heb echt geen flauw idee waar ik Max mee te maken. Ik heb best wel een moeilijk thema gekozen, volgens mij, voor hem. Ik weet niet of hoe dit eruit ziet, dit ding. Ik snap denk ik wat KB hier heeft gedaan, maar... Ik zit even te denken, wat moet ik hier nog meer doen? Wow. En dan kom je er weer achter dat je helemaal niks kan. Ik weet ook helemaal niet wat ik nu aan toevoegen ben. Je hebt best wel ver gebouwd al. Ja, ik heb echt gewoon mijn best gedaan, maar anders snapt hij het niet zo goed. Maar ik weet ook niet zo goed wat ik er verder... Ja, ik ga hem gewoon details geven. Ja, dat ben ik nu dus bij deze ook aan het doen, want ik weet niet zo goed wat ik verder moet doen. Ik snap nu waarom ik niet in een bouwteam zit. Hoezo? Je kan toch gewoon wel goed... Oh, wacht, ik weet wat deze nog meer hebben. Zo. Oh, wat ben ik aan het doen? Hoppakee. Maak het wel mooi, hè? Zo, dit ziet er goed uit. Ik weet ook helemaal niet. Nog wat dingetjes te voegen hier. Begint er goed uit te zien bij jullie.
Zeker, ja. Dit is heel mooi. Ja, 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 ja. Het ziet er niet uit, dit. Nog 30 seconden, jongens. Oké. Maat. Ik weet niet wat ik nog meer... Justin, ik denk dat jij niet zoveel te doen hebt bij deze die nee, nu is. Jij denk ik dus ook niet, Max. Ja, ja, ja. Oh, ik heb hem echt lelijk gemaakt, Rick. Het spijt me. Je had echt best wel prima ding, maar ik heb best wel gevonden. Ik had wel echt mijn best gedaan, inderdaad. Ja, wat moet ik hier verder nog aan doen? Ik weet denk ik wel wat dit is, maar... Ik heb hem echt raar gemaakt. Ziet hij. Ik heb hem ook heel raar gemaakt. Nog 5 seconden, jongens. 5 seconden? Dat is niet zoveel. 5 seconden. 5 seconden is niet heel veel, nee. 3, 2, 1... Ja, de timer is voorbij. Oké, voor de laatste doen we 1 minuut. Komt wat is 1 dit nou 3, 2, 1, go. 1 minuut. Oh nee. 1 minuut maar. Wat is dit? Wat is dit? Is dit een... Oh, ik denk weet wat dit is. KB, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Ja, wat is dit? Ja, Justin, jij kan niet meer zoveel doen. Nee, ik ga gewoon iets bouwen. Jij kan niet meer zoveel eraan doen. Ik weet niet of dit valt hier volledig door de mond. Ik moet doen, maar hoe zou je valt door de mond? Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar dit is best wel een goed idee. Gewoon. Max, wat heb jij bedacht? Ik ben nu bij die van jou. Waar lijkt het op? Ja, het lijkt op Shrek. Het lijkt op Shrek, maar het is niet... Maar dat is het niet, of zo. Het is een Shrek met een detective hoed, of zo. ik snap niet zo goed wat het is. Oh. Ja, ik kan het niet afmaken. Detective hoed. Ja, ik... 3 seconden trouwens, jongens. 3 seconden? Oh, daar kan je helemaal niks mee. We kregen maar een minuut voor deze. Oké, laten we beginnen bij... Oranje. Wacht, ik kom. Oranje? Nou, oranje we beginnen uit. Hier. Deze. Ik gok dat het een zeepaard is. Ja, dat dacht ik dus ook. Een zeepaard. Wat is het, KB? Oh, Rick is... Justin is het trouwens. Ja. Justin. Wat is het? Paard in de zee. Oh! Dus hij is goed gekeurd. Een zeepaardje! Is hij goed gekeurd? Zeker. Hij is goed gekeurd. Ja, ik begon dus bij die spiraal. En op een gegeven moment dacht ik ben een Pokémon aan het maken. Dit wordt een Pokémon. Toen had ik die vleugels, gedaan. Toen dacht ik, ja maar, ik weet eigenlijk helemaal niet of ze wel vleugels hebben. Ja, ze hebben finnetjes. Ja. Maar goed, er wordt gezien dat het een zeepaard is. Dus dan ben ik helemaal tevreden. Dan gaan we hier door. Ja, die is. Ja, ik heb deze afgemaakt. Nou, wat denken jullie dat het is? Justin en ik zeggen. Ja, Shrek met een hoed. Doe die oren. Nee, wat denk je dat het is? Nou, ik had geen idee. Ik dacht, het is een soort groene smurf of zo. Dus ik denk, ik geef hem een hoed. Ik had geen idee. Trommelgroffel. Het is Shrek. Ja, het is Shrek. Nou, die oren waren... Iemand ziet er Shrek in, dus dan is het goed, toch? Oh, ik zie sterretjes. Goed, omdat Rick het gewoon gezien heeft. Ja, die oren. Toen ik als laatste hier kwam. Ja, die oren waren goed, hè? Ja, die oren waren goed. Die waren oren doen het hem. Ja. Wie heeft de hoedje bedacht? Dat was ik. Waarom het hoedje? Ik heb dus ooit een keer gehoord, als je niet weet wat je moet doen, geef het een hoed. Die raad heb ik op leven. Nou, deze kunnen we ook goed. Ja. Uit, oké. Dan hebben we hier... Nou, jezus, dat is die neus. Wow. Nou, dat is echt heel weinig tijd. Ja, heel weinig tijd. Deze was wat heel goed. Voeg nog KB. De neus, de ogen en ik wilde ben begonnen aan zijn huis. Ja. Maar toen was ineens zei je, 3 seconden. Is dit Patrick's huis? Nee, dit is de slak. Slak. Gerrit. Ik dacht dat het Patrick's huis was. Nou, Rick, wat was het? Duidelijk. Ja, de SpongeBob en de spatel. Ja, nou, de spatel is eerst nog wel goed gegaan, want dat had ik niet eens. Oh, ik dacht, hij geeft een kerstcadeautje. Stond het op het bordje? Ja, met spatel. Stond het op het bordje. Ja. Ik dacht, ik maak gewoon spatel. Nou, dat heb je heel goed gedaan. Het was gewoon helemaal niks. Ik ben heel benieuwd. Dat eten, dat heeft... Dat eten is al best wel. Dat is niet goed. Is het goed gekeurd? Ik denk dat iedereen maar weet wat het is. Of we zitten in de drugs, maar ik weet het niet. Wie heeft het eten nog last minute toegevoegd? Ja, Wie was dat? Dat was jij. Dat heb je echt gespamd gewoon in een minuut tijd. Ja. Maar het is wel heel duidelijk wat het is, toch? Flamingo. Een pelikaan. Portret van Walnut. Hij zou ook nog een ei bouwen, maar had ik geen tijd voor. Ja. Oh, dat was ook wel een goeie geweest. Maar goed, jongens, laten we doorgaan naar ronde 2. Jongens, welkom bij ronde 2. Deze ronde gaat hetzelfde zijn, alleen nu gaan we andersom draaien. En dat betekent ook dat ik Justin begin. Justin, schrijf jouw voorwerp, jouw thema, jouw object op wat ik eigenlijk zo meteen moet gaan bouwen. Ja, ik let op. Ik let ook op. Hoor je dit toetsen? Ja. Nee. U. Jij hard ook. O. Ja. Horen jullie wat? Q. S. Wat? Grote spatie. Het staat erop. Het staat erop, oké. Laat het goed even zien. Het staat er duidelijk op.
Oké, prima. Meneer KB, dramatisch aanloopje. Ja, ik doe achteruit. Kijk. Oeh. Okay, ja, 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 ja. Gaat goed, gaat goed zo. Ja, ja, stop. Ja. Stop, stop. Oh, oh. Net ver. Oké, okay. Komt-ie. Lekker typen. Hartstikke deetjes. Ja, dit is een mooie. Opgeschreven. Ja, dit is een mooie. Ja, is een mooie. Ja, 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 ja. Rick, oh, jij gaat wel helemaal fancy. Ja. Rick komt op een varken, dames en heren. Ja. Wat een entree van Rick dit. Justin, jij was saai. Jemig. Oh nee, jij trouwens pilaar voor jezelf. Ja, ja, ja. Nee, maar zo net zat ik laag. Ja, nu hoog. Oké. Okay. Ja, ja. Rick, schrijf het op. Ik heb het opgeschreven. Jij hebt het opgeschreven? Ja. Is het iets wat te doen is? Je moet je varken moet je wel helaas afscheid van nemen. Ja, het is wel te doen. Oké, okay, kunnen we de varken niet gewoon laten leven? Ja, oké, okay, varken. Ja, ik laat hem. Zo lang mogelijk. Prima, dan schrijf ik nu gelijk even die van mij op. En ik wens Rick heel veel succes. Oh, nee. Jongens, ik ga de timer klaarzetten. Nog even. Wat gaat het doekje staan? Snel, snel, wacht. Oké. Okay. Oh ja, Max. Startpositie. 2 minuten, jongens. 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Het spijpen. Wat krijgen we nou weer? Justin! Hoe wil je dat ik dit doe? Nee. Hoe wil je dat ik dit doe? Oh mijn god. Oké, okay, ik ga mijn best doen. Ik ga echt mijn best doen. Ja, ja, dat... Oh, Max, ik moet dit even googlen, want ik... Googlen? Je hebt niet zo lang, Rick. Je hebt niet zo lang, onthoud dat. We gaan niet googlen. Oh, nee. Justin, dit is echt zo. Dit ga ik niet eens kunnen... Hoe moet ik dit doen? Weet ik ook niet. Oh, ik weet het ook niet. We hebben nog iets meer dan een minuut, jongens. Wat? Dit is niet al een minuut. Ik ben heel blij dat ik dit niet af hoef te maken. Oh mijn god. Hij heeft net zijn Google geopend. Ja. Windows XP opgestart. Oké, Justin, je hebt een simpel dingetje. Alleen ik moet wel dat ene goede detail wat je erbij hebt. Nu al duidelijk zijn, anders gaat het nooit meer terecht. Oh ja, dat moet ik ook even regelen. Nu al duidelijk. Ik moet mijn bordje nog weghalen. Nee, maar dit is niet te doen. Oh, het bordje moet weg inderdaad. Goeie. Dat was ik ook vergeten. Oh ja. We waren allemaal het bordje vergeten. Oh ja, goeie. Ja, we waren het echt allemaal vergeten. Ja, maar dit... Nee, Max. Rick, geloof in jezelf. Nee, ik geloof niet in jezelf. Geloof in jezelf zoals wij in jou geloven. Ja, maar als jij hier uiteindelijk terechtkomt, KB, dan ga je niet meer in mij geloven. Ik heb het zo hard verneukt. Nee. Het spijt me, Max. Het spijt me volledig. Mij? Ja, want je hier zo meteen... Ja, je hebt geen idee. Nee, KB gaat hetzelfde krijgen. Oh nee, jongens. Wat doen jullie aan? Oké, ik hoop dat dit goed is, Justin, wat ik heb gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan. Nou ja, je stond heel duidelijk iets op bordje. Ja, maar om het duidelijk over te laten komen op de anderen, dat is nog best wel een taakje. Mag ik iets meer tijd? Nee, de tijd is over 3 seconden voorbij. Nee! Ja, maar Max, de tijd is officieel voorbij, jongens. Oké, okay. Sorry, KB. Komt-ie. Sorry, Max. Het spijt me. 2 seconden. Ik weet het ook heel veel succes. 3, 2, 1, go. Go, go, go. Go. Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat is hier? Wat is dit? Waar kijk je naar? Max, wat heb jij gebouwd? Nee, maar wat is dit? Ik weet toch niet wat dit is? Ik kan hier helemaal niks mee. Wat moet ik hier mee? Ik kan hier ook niks mee. Wat is dit? Ik heb even een minuutje nodig om überhaupt na te denken wat ik hiermee kan. Ik moet hier maar gewoon wat van maken. Ik denk dat ik weet wat het is, soort van, maar ook weer niet. Ik snap dit niet. Ik ga mijn best doen. Oh, dit kan natuurlijk ook nog zo. Zo? Dit komt helemaal goed. Ja, bij mij echt absoluut niet. Oké, Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Oh, maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het is ook helemaal scheef. Wie was hier net bezig? Ja, sorry. Ik weet niet wat het moet worden, dus ik maak nee, maar gewoon wat. Nee, daarom. Ik snap het. Het spijt me zeer. Ik heb ook geen flauw idee wat ik hier aan het maken ben. Ik ook heb echt... Justin, wat heb je mij achtergelaten? Ja, weet ik veel. Wat is dit? Ik denk dat ik weet wat het is, alleen ik weet het niet zeker. Dus ik wou er maar nog één, gewoon. Als jij weet wat het is, nou, dan moet ik, dan moet ik mezelf wel op... Ik weet wat het is. Dan moet ik mezelf wel opgeven voor een bouwteam. Dit is echt helemaal scheef. Dat is niet goed. We hebben nog 40 seconden. Ik ga ook gewoon het sign erbij zetten hier. Sign? Met uitleg. Nee, ja, excuses. Een soort van. gewoon een apology, ja. Sorry. Ik heb het wel echt beter gemaakt. Ik weet niet wat het moest worden, maar ik heb wel het idee dat het nu beter is dan toen ik heb het echt absoluut niet beter gemaakt. Ja, ik wel. Ik ben wel echt mijn best aan het doen. Ja, ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt voor de... Ik heb geen idee wat je daar beneden hebt gedaan. Ik ben gewoon dat ding aan het vullen. Wat zit jij te lachen, Justin? Ja, ik weet ook geen idee wat ik hier aan het doen. Oeh! Nee, tijd is op, denk ik. Tijd is echt nu precies om. Oké, jongens, wacht maar doorgaan. Ja. Komt-ie. Voor de laatste ronde krijgen we 1 minuut, oké? Okay? 1 minuut. Voor de laatste komt 1 minuut. Wacht. 3, 2, 1, go, 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 go. Hey! Dit ken ik! Wat is dit? Oh! Huh? Wat is dit? Het is een soort van logisch, maar ook helemaal niet. Oké, ik ga hem afmaken, althans proberen. Hoe lang hebben we? Wat moet ik hiermee doen? Hoe lang hebben we? We hebben nog 40 seconden. Wat is dat witte? Weet ik niet, dat was er al, Rick, dat witte.
Oh, wat is dat witte? Hey, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Aan dit. Dat wist ik dus ook niet, Max. Ik had ook iets. Iedereen in je paniek. Je hebt er maar een hoed aan toegevoegd. Nee. Oh, dat heb ik alleen mee gedaan. Goed advies. Oh, de tijd is alweer bijna voorbij. Ik ga maar hetzelfde doen als wat mijn ander had gedaan. Dat is gewoon dit zo. Hoe lang hebben we nog? Nog 13 seconden. 13, dat is... Oh. Dat is heel weinig. De laatste ronde is echt heel stressvol. Ja. Oké. Tijd is officieel voorbij over een paar seconden. En 3, 2, 1. Tijd is voorbij, jongens. Jullie horen dat de timer gaat af. Dit? Wat was dit? Ik, heb echt veel toegevoegd. Laten we weer beginnen bij Oranje. Dus dat is allemaal naar meneer KB. Ja. Oké. Hier ook. Wacht. Oké. Ja. Bij de Oranje. Justin, ben je tevreden met je resultaat? Wat moest het zijn? Wat denken jullie? Ik weet wat het is, maar ik mag het niet wat ik zeggen. Ik denk een pot met snot. Pot met snot. Oh, zo. Ja, ik dacht een soort gare bloempot. Ik denk, zet er maar een bloem in. Nou, Justin, wat was het? Dit is wat ik trouwens kreeg op een bordje. En wat Justin nu gaat zeggen. Ja, ik snap, ja. Een Justin. Bloempot met een verkoudheid. Dat is letterlijk. Nou, wel. Justin, ik vind het wel leuk. Alleen die bloem was eigenlijk niet nodig dan. Nee, maar ja. Nee. Maar wel leuk. Wel leuk. Wel gezellig. Ja. Oh. Oké, laten we dan ook nu andersom gaan. Omdat we dat net ook deden, natuurlijk. Ja. Wat is dit? Ik wil zo graag weten wat dit is. Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat op de bordjes? Verrot? Rijp. Rijp. Is het een banaan? Ik dacht dat het een verrotte banaan op de grond was, dit. Ja, maar dat is het toch? Hey, een gezichtje erbij ook. Ik kreeg een bruin iets. Ik dacht dat het een verrotte banaan was. Willen jullie eerst raden? Ja, verrotte banaan. Nee, dat is niet ik weet wat. Ik weet wat het is. Ja, Rick, wat dacht jij dat het was? Ja, ik denk dit is een mislukte fruitschaal. Nee, nou, wat is het? Weet je wat ik moest een kaascroissant worden. Een kaascroissant? Ik kreeg dit bruine ding hier alleen. Ja, maar dat heeft Justin dus gemaakt. Oh, met kaas, God. Hè? Met kaas. Dit is dan het bord. Is dit dan het bordje? Ja, maar ik had geen tijd voor het bordje. Had je daar niet beter kunnen beginnen? Ja, daar kwam ik dus aan het einde van achter. Oh, ja, ik dacht dat het een verrotte banaan was, dus ik heb er maar rijpen naast gelegd. Ik heb letterlijk alleen dit gezichtje toegevoegd. ik wist niet wat ik hier aan moest doen. Oké. Volgende? De volgende. Ja. Wat is hier? Wat is dit? Ja, ik heb maar snot toegevoegd aan het einde. Ik had het geen tijd voor iets anders. Rick, wat was het? Ik gok open Toos en open Gerard. Nee, het was Justin met een hoed. Ik weet niet wat Toos hier doet. Die is erbij toegevoegd. Wel gezellig. Ik kreeg dit, hè? Toen dacht ik, dit is Toos. Dat maak ik mezelf. Wie heeft de verkeerde skin gebouwd dan? Jij hebt een Toos gebouwd. Je hebt de verkeerde opa gebouwd. Oh. Ja, ik heb de hele tijd in F5 geklikt, elke keer om te kijken hoe ik eruit zag. Jij hebt F5, klik, bouw. Ja, ik heb jullie maar snotneus gegeven. Oh ja, verkoudheid, hè? Ja, verkoudheid, ik dacht, ik breng hem dat dus niet, dan is het aangestoken door de bloempot. Ja, dat is de bloempot niet alleen. Oké, door naar de laatste, jongens. Wat is dit? Oh. Het is Mario geworden. Maar ja, ik kreeg hier echt zo. Ik kreeg zeg maar gewoon een random gezicht. Die heeft een cave was ook. Ja. Ik kreeg een poppetje. Dus, nou, ik maak hem alweer schaam met een hamburger. Ik kreeg alleen een half cave. Dit is een hamburger. Dit is gewoon een broodje. Dit is echt een mokerdikke hamburger. Ja, meerdere lagen. Ja, maar waar is het broodje aan de bovenkant? Er is een... Wat moest het zijn? Het is totaal niet geworden wat ik had gezegd. Wat denken jullie? Ik had geen idee. Ja. Nou, ik had echt geen flauw idee. Nou, ik had Mr. Bean opgeschreven. Mr. Bean? Mr. Bean. Ja, hoe ga je dat... Ja. Ja, ik moest het googlen. Dat ging mij helft van mijn tijd al. Ja, ik dacht, je kan op zo'n groene autootje misschien. Ja, maar bro, het gaat toch om de persoon? Beertje. Ja, weet ik veel. Ik denk, je maakt wel iets moois ervan. Ja, dat is het zeker. Nu is het Mario met zijn... met zijn hamburger. Wat vind je van het lichaam? Ik was heel tevreden met het lichaam. Lichaam. Ja, ik kreeg een scheef hoofd. Ik was mijn buik. Oké. Die hamburger is echt veel te random. Oh, man. ik kreeg dit. Wat moest ik hiermee? Lijkt het eerder opgestapeld of zo. Nou, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat even in de reacties weten, wat is jullie favoriete build van deze video? Er zijn in totaal 8 verschillende dingen gebouwd. Laat het nu weten in de reacties met wat echt de favoriete build van deze video was. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.
In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken. Deze video vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Kijk naar de andere kanalen in de beschrijving van de mannen. En dan nu lekker deze video kijken. Want dit is namelijk ook een hele leuke video. Jongens, mensen deze video kijken? Ja, hè? Ja. Ja, dat is een hele leuke video om even te kijken. Ja. En dan nu spreken we later. Klaas, later.